en meisjes. Luister, er was een onderwerp op het FIFA Forum waarvan jullie zeiden, daar moet Jan Jaap eens een keer iets mee doen. Namelijk over de tokkie in jezelf. Je inner tokkie, zal ik maar zeggen. Wat is nou een tokkie? Zijn mensen daar nou trots op? Of zijn mensen daar nou niet trots op? Wat is nou precies een tokkie? Dat is een onderwerp, lieve vrienden, waar veel woorden aan vuil zijn gemaakt op het forum, hoor. Er zijn zoveel woorden aan vuil gemaakt, dat zijn meer woorden dan een tokkie ooit in zo'n vocabulaire zou kunnen hebben en ooit vuil zou kunnen maken. Er was iemand en die zei, ja, ik volg alles van het Nederlands elftal en ik hou van muziek van Wolter Kroes. Ben ik dan een tokkie? Nee. Dan ben je waarschijnlijk nationalist of bondscoach. Er was ook iemand die zei, als ik een zwembad zie, dan wil ik meteen een gommetje maken. En als iemand een scheet laat, dan moet ik lachen. Dan ben je gewoon een kind van 3. Dan ben je geen tokkie. En er was iemand die zei, ja, ik drink cola uit de fles en mijn bovenverdieping is een tering. Sorry. Nou ja, dan ben je gewoon student. Snap je? Dan ben je geen tokkie. Dat is wat anders. Het moet wel duidelijk zijn. Er was ook iemand die zei, ik heb een flink décolleté. Ik schel veel. Ik vloek veel. En ik heb laatst iemand zonder reden in zijn ballen getrapt. Dan ben je gewoon gek. Dan scoor je gewoon niet. Het heeft niks met tokkie te maken. Er was ook iemand die zei, ik heb een tokkie voortuin, want mijn schutting is omvergewaaid door de wind. Dan heb je gewoon een hele slechte schutting. Maar, na lang scrollen, lieve vrienden, was er iemand op het forum en die zei, ik heb crocs en ik geloof in wraak. Dat is een tokkie, 100%. Niks meer aan doen. Als je nu crocs hebt en je wil mij zonder reden in elkaar beuken, dan ben je dus een tokkie. Anders, ga gewoon door met je leven. Niks aan de hand. Het is heel simpel. Ik ga naar het zwembad. Bommetje maken. En een scheet laten in het zwembad. Nu al zin in. Kijk eens naar poep. Lachen.